Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Corona Diary. En er komen in deze vlog ook wat leuke dingetjes bij mijn kamer. Dus blijf zeker kijken. Oh, Jimmy vindt het ook mooi. Kijk, hoe mooi. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Corona Diary. Namelijk al Corona Diary nummer 5. Oh my god, dat betekent gewoon al dat we 5 weken binnen zitten. Dat is zo lang. Ik ben steeds wel weer wat minder te vervelen. Het is nu lekker weer. Ben het hardlopen met Jade. Dus wel gewoon allemaal leuke dingetjes. Ik zag vanochtend wel echt iets heel vervelends op het nieuws. Namelijk als we na de meivakantie niet naar school kunnen. Het is in de zomerschool. Jongens, zomerschool. Dat is gewoon niet normaal. Dat wil ik echt niet. Dan ga ik echt zo hard huilen. Hebben jullie nu al zin in deze vlog? Doe zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal hier beneden. En er komen in deze vlog ook wat leuke dingetjes bij mijn kamer. Dat ga ik ook aan jullie laten zien. Dus blijf zeker kijken. Het is 2:30 en Nola en ik hebben al getraind en ons schoolwerk gedaan. Nola is nog even bezig met een... Ja, het is echt een zuchthard. Nee, ja, ik moet een liedje uitkiezen. En daar moet ik een filmpje van maken. En daar moet ik zomaar foto's van elk woord van de tekst. Het moet precies op ritme. En ik hoor nu al, ik denk misschien al 20 keer Party in the USA. Ik kan het nummer nu al niet meer aanhoren. Maar ik heb avocado toast gemaakt. Recept staat op Sorry for the Crave op Insta. Dat is mijn account waar ik allemaal eten op plaats. Dus go follow that. Hi monkey. Goedemorgen, het is dus nu 11 uur. Ik zit dus in mijn sportkleding, as you can see. Want ik heb daar net gerend met Jade. En ik zie echt heel weinig mensen, maar ik zie Jade nu eindelijk wel. Ik had haar heel lang niet gezien. Nou, ik had haar vorige week voor de eerste keer gezien, echt na een maand. Dus ik zie gewoon Jade als een van de enigen. Dus dat was super gezellig. We hebben lekker gerend. En we rennen nu eigenlijk 3 of 4 keer per week. En misschien heb ik het al verteld. Ik heb het ook gezegd in een vlog geleden. Had ik Frankie's bikinis besteld. Ik heb daar dus dat ene roze tie-dye jeans pak van. Die iedereen ongeveer wel kent. En echt, I love it. Maar ik heb hem echt al super lang. Het is echt absurd. Nou, super lang. Ik heb hem sinds de zomer. Maar ik heb hem gewoon super vaak gedragen. Okay, dit is het pakketje. Het is super klein. Voor hoeveel erin zit. Het pak is echt mega groot altijd in mijn kast. Ik snap echt niet hoe dat kan. Dit is het eerste. Dit is volgens mij mijn bikini broekje. Oh nee, dit is mijn topje. Oh, super leuk. Ik heb matched dus bij mijn pak. En I love it. Oh, hier is mijn broekje. Oh, ik schrok echt. Ik dacht echt, shit, heb ik hem niet besteld. En dit is mijn broekje. Ook echt super cute. Ik heb dus 1 keer in LA een bikinietje van dit gekocht. En toen had ik ook zo'n super mooi broekje. Het zijn namelijk hele mooie broekjes. Alleen die ben ik kwijt. Echt met pijn in mijn hart. En dit is dan het pak. Oh, kijk hoe mooi die is. I love it. Ik had hem wel wat meer los verwacht. Op dit moment wordt er een lamp in mijn kelder geplaatst. Een hele leuke. Die ga ik straks aan jullie laten zien. En dit is de trui. En ik ben echt helemaal happy. Dit is een wat meer crop trui. Met een hoodie wel. En ik vind hem zo leuk. Hij is wel wat meer blauw dan roze. Maar ik heb wel een roze. Ik ga nu even douchen. En dan ga ik lekker dit pak voor jullie aandoen. En ik ben ook echt mega excited over de bikini. Dus ik ben helemaal blij. Oké, we zijn buiten. Ik heb nog steeds hetzelfde aan. Ik heb dus een body warmer aan. En deze schoenen van mijn moeder. En daar is Jimmy. En we gaan nu eventjes wat kleding. Want zoals jullie misschien wel weten had ik mijn kast opgeruimd. En ik ga nu allemaal kleding afgeven bij Thrift Shop Amsterdam. Je kan het ook op Insta checken. En dat is een hele leuke thrift shop winkel. Daar is allemaal leuke dingen. Dus als jullie mijn kleding willen, dan kan je daarheen gaan en dan kan je het kopen. Hier, dit is een tas en er is nog een andere grote tas. Dus dat gaan we daarheen brengen. Dus daar kan je mijn kleding spotten en shoppen. Ik heb net gedoucht en ik heb dus nu het pak aan. En ik vind hem echt mega leuk. Hij is zo mooi. En het trui is een beetje crop. Echt, I love it. Maar ik ga nu wel even wat aan mijn hoofd en aan mijn haar doen. Want zoals ik vorige week in vorige vlog heb verteld, mijn neef is geboren. En ja, iedereen gaat een beetje langs op afstand. Dus gewoon 1,5 meter. Of gewoon bij de deur of zo. Nou, ik had op Instagram op Pinterest en zo gezien dat ze hele tijd die Nike sokken gingen tie-dye. Ja, jongens, ik ben helemaal naartoe de tie-dye. Maar dat ze hele tijd die... Dat ze de hele tijd die Nike sokken gingen tie-dyen. Dus ik heb er allemaal Nike sokken besteld. Dat ga ik dus tie-dyen en weggeven op Insta. Mijn Insta, Gina Simons Official.
Dus dat is super leuk. Maar ik ga nu wat aan mijn haar doen, want ik lijk gek. Oké, ik ben nu net klaar. Mijn haar is weer gekruld, maar dan kan ik het zeg maar niet meer stijl maken. Dus ik heb nu een beetje bijgekruld. Alleen dit voor een plukje. En ik vind mijn pak echt zo leuk. Ik ben er zo blij mee. Ik had zo'n TikTok gemaakt, maar ik weet niet of ik hem ga plaatsen. Maar ik vond hem wel grappig om te maken. En die let's go erin dan van het begin tot het eind. En dat hier bij, nou, ik vond het gewoon grappig om een keer te proberen. We gaan volgens mij straks lunchen. Mijn ouders hebben sushi gehaald. Is super lekker. En ik had gelezen dat jullie allemaal mijn bril leuk vonden staan. Wat ik echt super lief vind. Want ik vind hem echt niet leuk staan. Maar wel lief dat jullie hem wel leuk kunnen staan. Dus ik moet hem even schoonmaken. Want het is, hij is echt vies. Oké, ik heb de kleding afgegeven. Hier zo. Thrift Shop Amsterdam. En ze hebben ook allemaal andere merken. Maar echt van Chanel tot Naked. Echt van alles. Dus een beetje duur en goedkoop gemixt. Het is echt heel erg leuk. Dus ja, daar kan je nog heen. Ze zijn ook gewoon nog open. En dan kan je mijn kleding kopen. We gaan weer in de auto. Dus dat. En ik heb net hele leuke foto's gemaakt. Want er zit een soort van Amerikaanse supermarkt in de pijp. En ja, dat ziet er heel leuk uit. Hier was een soort van KitKat bankie. En dan zie je allemaal van die chips erachter. Ik ben niet naar binnen gegaan, want er stond een rij en daar heb ik zin in. Maar kijk, het ziet er wel leuk uit. Zo, die gaan we op mijn Instagram zien. Ja, dat vind ik heel official. Nu gaan we muziek aanzetten, want dat is leuk aan in de auto zitten. Black leather glove, no seat. Oh. Oké, maar ja, we gaan nu naar huis en dan gaan we lekker eten. Trouwens, kijk. Hier, hier zit de matcha mafia. Daar haal ik altijd die matcha's. Kijk hoe lekker. Sushi. Ik haal echt van sushi, jongens. Echt mijn favoriet. En trouwens, mijn kaars zit er nog aan. Dat zie ik nu pas. Ik heb toch allemaal kaarsjes aan mijn pak. Die ga ik er zo even afhalen. Maar ik ga nu lekker mijn sushi eten in de zon. Echt heerlijk. Het was gisteren slecht weer. En eergisteren ook. Maar nu is het echt weer perfect. Oké, ik heb dus net lekker in de zon gezeten. Dit is die bikini. Ik vind hem echt super leuk. En ik ga nu even mijn trein doen. Want ik heb nu een gesprek met mijn decaan over Teams. Want dat is de app. Dus dat is echt gewoon een soort van FaceTime. Ik moet vandaag mijn uiteindelijke vakkenpakket doorgeven. En ik heb dus 1M gekozen. Alleen ik heb nog wat vraagjes. Want ik heb dus Duits erbij gekozen. Maar ik vind Duits best wel een moeilijk vak. Maar ik vind AK ook heel moeilijk. Dus ik ben nu weer gaan twijfelen. Dus ik ga even wat vragen aan haar stellen. Dus dat ga ik nu doen. Dus wish me luck. Oké, wow, die bril moet echt af. Ik dacht ik even op. Lekker slimmer, jongens. Ik heb trouwens een pakketje binnen. Voor hier. En ik weet niet wat het is, maar... Ja, ik weet wat het is als ik het zie, maar... Ik heb gewoon nog een paar grote pakketjes besteld. Dus ik weet het gewoon niet. En daarnet zijn mijn lampjes opgehangen. En kijk hoe leuk. Ze zijn zo nice, jongens. Ze zijn echt geweldig. Het zijn dus van die bolletjes. En dan komen ze echt zo uit... Het is echt overbelicht. Hier, van die bolletjes. En het komt uit het... Daar. En er zou er licht in mijn kast komen. Maar dat heeft vergeten. Dus nu moet alles opnieuw. En ik moet nu al mijn kleding weer uit mijn kast halen. En ik ben er echt een maand mee bezig geweest. Voor mijn gevoel echt 10 jaar. Met al mijn spullen in mijn kast krijgen. Ik ga nu straks naar mijn neefje toe. Die ga ik voor de eerste keer zien. En ik ben zo excited. Echt een cutie. Ik heb al die foto's gezien. En echt zo schattig. Dus ik heb er heel veel zin in. Maar wel op afstand natuurlijk. Want we willen niet dat iemand daar ziek wordt. Of wij ziek worden. Of gewoon dat er iets kan gebeuren. Dus 1,5 meter afstand is natuurlijk wel belangrijk. Kijk, ik kreeg dit pakketje binnen. Het ziet er trouwens echt leuk uit. Van Frankie's bij FB. Dus vroeger of ze me wat op wilden sturen. En ik was, of course, kom maar binnen. Eens even kijken. Oeh, die zijn heel leuk. Kijk, deze oorbellen. Het zijn een soort van bliksempjes. Erg leuk. Een boxje. Spannend. Oh, wat handig. Een soort van jewelry boxje. Wat leuk. Kan je ook gewoon meenemen op reis en zo. Heel klein, handig. Dit is echt heel leuk. Dit is echt ook gewoon mijn mood. Dit is gewoon een quote voor mij. She's in love with the weekends and food. Het is echt zo lekker oversized hoodie. Want ik had volgens mij gezegd in de S, niet de XS. Dus dan valt hij wel wat groter. Echt leuk. Ook voor de zomer gewoon. Thank you, Frankie. We got our food. Kijk. Echt zo leuk. Hurry, hurry, go, go. Go, go, eat, 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 eat. Eat, eat. Ja, het staat hier echt al heel lang, hè. Het is al bijna koud. We gaan eens eten in een boxje. Dat is de leukste in een boxje. Oh,
een schattig edamame-doosje. Nou, dan heb je oranje saus en oranje doorzichtig lumpia saus. Ik weet niet precies waar dit voor staat, maar het zal wel lekker zijn. Dan heb je twee groente lumpia's. Lekker dun, lekker crispy. En viscookies. En ja, daar gaat er even een story van maken. Wat? Van het eten, dus... Lola haat het als ik dat doe. Nee, ja, Rosalie pakt altijd mijn eten. Gewoon als we in een restaurant zitten, dan pakt ze altijd mijn gerecht, niet haar gerecht. Kamer. Waar ze een foto van maakt. Dus ik denk van, ja, maar dat voor jou ziet er vaak gewoon leuk uit. So, we're going to eat. We zitten dus nu in de auto. En we gaan nu naar het cadeautje brengen naar mijn nieuwe neefje. En we hebben echt een heel leuk cadeautje. We hebben als eerste deze knuffelbeer. Dat is gewoon altijd leuk om te krijgen. Want als je klein bent, kan je nooit genoeg knuffels hebben natuurlijk. Een hele grote kaart. Hij is echt groter dan mijn hoofd. Het is echt heel groot. En we hebben natuurlijk ook al de baby charm cadeautje gegeven. Maar we vonden het ook nog leuk om voor de geboorte wat te geven. En we hebben nog een heel erg mooie porseleinen kinderserviesje. En ik had dat vroeger ook altijd. En dat is echt super leuk en schattig. Het is gelukkig niet heel erg ver, dus dat is chill. En ja, ik kon er ook echt niet naartoe meer lopen, jongens. Ik was zo uitgeput van vanochtend. Ik was echt van, het was ook echt vroeg. We gingen echt om 9:30 rennen. Het was echt te vroeg voor mijn gevoel. Dat zijn mijn struggles, maar gelukkig is het wel lekker weer. Dus dat maakt het allemaal goed. Oké, we zijn dus net bij mijn neef geweest. En het was echt zo cute. Helaas kon ik hem natuurlijk niet vasthouden. Echt heel jammer. Maar we gaan even een ijsje halen. Het is echt heel erg lekker weer. Dus daar heb ik echt veel zin in, want dit is echt het lekkerste ijs ooit. Ik heb Kinder Bueno, jongens. Echt mijn favoriete smaak. Lekker! Ik zit dus nu in mijn bed en ik heb over 10 minuten, 8 minuten, scheikunde bijles. En ik ga nu mijn pakketje uitpakken. Ik heb dus alle plasticjes opengemaakt en ik weet dat het is. Het is super leuk. Hier, kijk, het is een quote die ik ga ophangen. Kijk, er nice, jongens. Yeah. Don't be like the rest of them, darling. Coco Chanel. Ik vind het mega leuk. Kijk, zo wordt mijn kamer steeds een stukje gezelliger. Als ik allemaal die leuke dingen ga ophangen en die lampjes. Ik heb nu bijles en dan zie ik jullie daarna. Want ik ga vanavond mijn tie-dye sokken maken. Yay! Echt, ik ben helemaal verslaafd aan tie-dye. Het is echt het beste ooit. Het is zo leuk. Jongens, ik heb mijn handschoentjes weer aan. En hier liggen... Ik zat in de lamp. Okay. En hier liggen alle spullen. Dit zijn dus weer die spuitflessen. Dit is blauw en het is een beetje dezelfde kleur als mijn broek. Als je wil weten hoe je gewoon moet tie-dye, check dan zeker onze tie-dye video. Komt hier ergens in het i'tje in beeld. Maar ik ga dus nu sokken tie-dye. Dat heb ik zelf ook nog nooit gedaan. En ik ga ze dus weggeven aan jullie. Dus wil je er één winnen, volg dan mijn Insta, ginashimos.official. Want daar ga ik ze weggeven. Nou, als je dit dus zelf wil doen, moet je gewoon van die wat hogere Nike sokken kopen. Want je wil natuurlijk dan wel dat het er bovenuit komt, want dat is de bedoeling. Oké, jongens, dit zijn ze allemaal. En ik heb dus hier allemaal blauwe sokken. Hier blauw met roze. Hier allemaal roze. En roze met oranje. Nou, heel veel verschillende combinaties. Ik ga trouwens ook morgen mijn haar wassen met zilver shampoo hier. Dat doe ik. Twee keer per week of zo. Nou, ik vind dus dat ik een hele rare gloed over mijn haar heb. Gewoon een beetje gelig. En daarom doe ik dus zilver shampoo in. En dan wordt je haar wat zilverder. Ja, wat grijzer eigenlijk. Het is echt een felpaarse shampoo. Dus het ziet er echt niet uit. Maar het is wel echt heel chill. Oké, guys. Ik lig nu lekker in mijn bed. En ik heb mijn make-up afgehaald. En ik ga dus nu even een Insta-storytje plaatsen. Van de tie-dye. Ik ga dus zeggen work in progress. Wacht, ik ga er hand-tie bij zetten. Ze hebben een gifje, soort van. Dit is de eerste Insta-story. Ik ga hem nu plaatsen. En ik ga nu lekker slapen, want ik ben super moe. Dus ik zie jullie morgen. Good morning. Het is nu 9 uur. En ik ga zo met Gina hardlopen. Again. Oh my god. Ik haat mijn ochtendstem zo erg. Dat is niet normaal. En dan daarna heb ik online school. En dan ga ik na het hardlopen ontbijt maken. Ik ben gewoon, ik weet niet wat het is. Maar ik ben gewoon altijd moe als ik wakker word. Terwijl ik best wel veel slaap en zo. En ik kan ook uitslapen, maar ik blijf maar moe. Het is echt zo irritant. Maar ja, we gaan nu hardlopen. Gina en ik hebben het weer gedaan. Very proud of us. Maar oh mijn god, het was warm en ik heb nog steeds warm. Maar oké, ik heb nu zo'n videoles. Ik ga me even douchen, aankleden, ontbijten. Ja, eigenlijk, ik heb over 5 minuten videoles. Dus dat red ik helemaal niet. Maar ik ga het wel even zien. We fixen. Okay.
Goedemorgen, het is dus nu 8:30 ongeveer en ik ben super moe. Ik heb straks een Nederlands les en ik lig nu met mijn broertje. Want het is om 7:30 weer bouwen in mijn kamer, dus ik ben even naar boven gaan hier gaan liggen. Ik ben super moe, dus ik heb nu les 1:30 en dan ga ik doorslapen, want ik kan niet meer. Ik heb dus weer met mijn online les gehad, alleen we hadden een paar sokken dus in de droger gedaan, want dat stond overal online en dat hebben we dus gedaan. En er is dit van gekomen, het is wel leuk, maar het is gewoon helemaal weg. De sok is gewoon helemaal roze. Gelukkig hadden we alleen de roze erin gedaan en zijn de andere, die gaan we nu ophangen. Maar hoe dan jongens? Deze is toch echt fantastisch. I love it. Nou, dus er zijn sommige heel leuk geworden, maar sommige zien er ook echt niet uit. Ja, ik weet niet. Ik vind tie-dye nog wel een beetje moeilijk, jongens. Ik ga nu een toets maken. En ik ben heel erg voorbereid. Ja, zo gaan we het doen. Dat wordt een 10, hoop ik. Het is geen goed voorbeeld. Je moet natuurlijk wel gewoon goed leren eigenlijk. Maar ik wist zeg maar niet dat we dit hadden. Dus. Zoals ik gisteravond volgens mij had verteld, ga ik dus voor zilver shampoo gebruiken. Hij is bijna op. Dus hij staat echt al best wel lang ons te koop, zodat hij eruit gaat. Maar er is echt niks meer aan te halen. Volgens mij als ik het nu los doe. Nee, kijk, daar heb ik het al. Eén grote grap. Het ziet er niet uit. Dus ik ga nu die zilver shampoo erin doen. Maar het is echt fel paars. Dus ik zit helemaal onder straks. Echt zo lelijk. Het ziet er echt niet uit. Maar alles voor mooi haar. Oké, het is dus echt fel paars. En ik smeer nu in mijn haar. Dan moet ik het intrekken. En dan moet je het dus straks uitspoelen. Wat zou ik een verandering? Het is, ik zie er iets normaler uit. Ik heb me omgekleed. En ik vind dat ik wel een leuk outfitje aan heb. Alleen ik heb wel echt een blote buik. En ik weet niet of ik dat chill vind. Maar ik heb dus dit topje aan van Sydney Muse. Ik vind hem heel leuk. En deze broek van Paige. En die heb ik gekocht in Amerika. En hij is dus een beetje crop bij beneden. Ik ga nu mijn haar feunen, want kon ik het maar lekker laten opdrogen, net zoals Jana, dat het dan ook mooi zit. Maar zo werkt het helaas niet bij mij. Ik ga nu feunen. Ik heb deze feun van Dyson. En deze hebben we iets korter dan een jaar geleden gekocht. Want onze veen was kapot en we hadden echt ziek lang dezelfde veen. Echt een kappersveen. Dus we vonden dat het alweer tijd was voor een nieuwe mooie veen. Toen heb ik voor kerst ook nog iets van Dyson gekregen. Het is namelijk dit en zo'n hele doos, maar die ligt naar beneden. Maar ik vind deze chills. Super onhandig met haar. Ik kan letterlijk nog geen eens een start maken zo ongeveer. De man is bezig met deze TikTok waarschijnlijk. Ga ik hem geen eens plaatsen, maar ik vond het gewoon grappig. Kijk. Nou, gewoon dat idee. Echt een ontploffing. Oké, nou ik ben dus klaar met mijn schoolwerk en zo. Het duurde even, but I'm done now. En ik ga eventjes Keeping Up kijken. Heel. Aflevering 3 heb ik nog niet gezien. En echt, Keeping Up with Kardashians is echt mijn guilty pleasure. Dus we gaan het even kijken. What are you doing? He's going over some paperwork. Ow. I just want her to know that I'm happy and I'm okay. And when I want to date, I will. I don't need her assisting me. Ja, ik ben ondertussen een uur verder, jongens. Want toen ik bezig was met mijn haar, kwam er opeens één verschijkende op. Maar jullie weten dat als jullie andere vlogs hebben gezien, heb ik letterlijk 2 uur per week bij. Dus voor scheikunde ben ik er echt super veel mee bezig. Omdat het echt mijn moeilijkste vak is. En ik het dit jaar nog moet halen. Komt er een 1-0 voor mijn participatie. Dus ik dacht natuurlijk, hè. Dus ik ging die man mailen en zo. En toen zei hij dat het er niet in stond. Dat ik niks had gedaan. En ik was echt van, niks had gedaan. Ik heb letterlijk nog nooit zoveel aan een vak gedaan. Dus je moet namelijk online opdrachten maken. En dat komt soms niet helemaal goed door. Maar ik had er zoveel aan gedaan. Echt dat ik dacht van, oké. Een 1, kom op jongens. Het gaat er mis. Dus toen heb ik echt heel lang met hem gebeld. En mijn moeder ook. En nu is het geregeld. En nu heb ik een 7. En ik kan hem maandag naar een 8 zetten. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar het was echt super vervelend. Want hoe irritant is het als je ergens super erg je best voor doet. 1 aan 1 krijgt. Al dit gezeik met school heb ik wel een beetje honger gekregen. Dus ik ga nu lekker mijn avocado toast maken. Nou, niet van mij, van Jaren. Echt. De lekkerste ever. Ik ga je gewoon meenemen in mijn geweldige kookkunsten.
Ja, die is er wel iets beter in. Maar ik ben trots op mezelf. Dus de tosti-ijzer. Ik ga voor de zekerheid deze twee erin doen. Maak er normaal maar één. En normaal pak ik iets donkere. Maar dit ziet er ook wel lekker uit. Ik denk zo. Dus ik ga dit erin doen. En ik wil wel echt dat die goed is geroosterd. Ja, ik heb dus nu de avocado. Ik heb nu de avocado gemashed. Echt super lekker. En de broodjes getoast. Ik ga er denk ik maar één nemen. Maar wel voor de zekerheid of voor als iemand anders nog wou. En dan ga ik nu als eerst pesto of smeren. Dan mijn avocado. En dan een paar pakjes mozzarella erop doen. En wat kruiden. En dan voilà, is mijn eten klaar. En echt gestrest van deze ochtend. En Luca, wat voor een eten ga jij halen? Ik ga burger halen. Hij gaat een burger halen bij de Febo, jongens. Echt healthy life. Het is weer pakketjes tijd. Echt heel erg. Maar het is pakketjes tijd. Dit keer van Frankie Bikini. Kijk, het ziet er echt heel erg nice uit. Heel erg leuk ingepakt. En voor degenen die het nog steeds niet weten. Die tie-dye jewelry pakken, die komen daar vandaan. En ze hadden een release van een nieuwe limited edition tie-dye pak. Dus die heb ik besteld. Want ik leef in die pakken. En Gina heeft hem ook besteld. Alleen die van Gina was er gisteren al. En ik was het pakketje misgelopen. Ondanks dat ik gewoon thuis was. Dus een beetje vreemd, maar ja. Can happen. Oh, wat mooi. Kijk, dit is de tie-dye. En dan is het weer een pak. Jimmy. Oh, Jimmy vindt het ook mooi. Ja, Jimmy vindt het ook mooi. Mooi? Kijk dit. Oh, dat is toch te leuk. Het is een beetje licht roze, wit en blauw. Dit is echt een perfect gewoon zomerkleurtje. Echt zo leuk. En dan zit er ook een broek bij. En echt, ik heb nog nooit een joggingbroek gehad die zo goed zit. Frankie's bikinis. Wat dan? Ik ben ook echt bruin. Ik had dus één keer, we waren gaan varen. En toen heb ik gewoon even de hele vaartocht gezond. En dan nu in zo'n witte trui. I look very brown. Countdown. Oké. Even lekker TikTokje gemaakt. En we gaan nu een ijsje halen voor de eerste keer sinds het mooi weer is. So, that's a memorable moment. Ik heb dus mijn eten. Ik heb een doos. Mijn moeder heeft er ook een. Echt super lekker. Dus ik ga hem nu opeten in de zon hier. En dacht ik eindelijk mijn make-up doen. Want ik voel me toch zo'n partij bleek, jongens. En kijk hoe leuk. Helemaal. Leuk, citroenboompje. Ik heb er eens een foto bij gemaakt. Hij is best wel leuk geworden. Het is echt zo'n bende nu in mijn kamer. Want al mijn kleding moest uit mijn kas. Want kijk. Hoe mooi. Het is echt zo nice. Er zit dus led in mijn kas. Ik weet echt niet hoe ze het hebben gedaan. Maar het is echt super mooi. En volgens mij heb ik het ook aan deze kant. Of niet? Ja, hier. Kijk. En ook beneden. Oké, jongens. Ik ben opgekalfaterd. Ik zit dus al mijn kleding in. En mijn TikTok is zo leuk. Let's go! What song is it? Just listen. I think you hate it. You have it all. And you told me you want me. Mess with me? I'll mess with you. Ik vind hem echt super leuk. Ik ga hem denk ik plaatsen. Dus ja, yeah. En ik ga zo ook even een fotootje maken denk ik. Want ik vind mijn outfit wel leuk. En ik moet de hele bende gaan opruimen waar ik zo geen zin in heb. Want het lag eindelijk allemaal niks in mijn kast. En het is nu allemaal verpest. Ijsje. Staat op? Stay cool forever. You know, stay cool forever. Ik heb yoghurt mango en passievrucht. Passievrucht is echt mijn lievelings. Het liefst neem ik de combinatie passievrucht en kokos, maar ze hadden geen kokos. Maar ik hou wel een beetje van die tropische, niet te zware ijssmaken. Zo, ik ga deze lekker opeten met een filmpje of zo. Kijken, lekker chillen. Ik ga nu even naar de bio-winkel, want ik heb daar een tijdje geleden, voor corona, heb ik daar super lekker limonade gekocht. Het was elderflower, dus ik ga daar nu even wat van kopen. Ik heb daar super veel zin in, want het is echt
mega heet. Dus ik ga er nu naartoe lopen. Ik heb dus ook een nieuw gekocht. Ik heb organic limonade gekocht. Want die vond ik er super lekker uitzien. Kijk daar. En elderflower. Die is die we altijd hebben. En die is echt super lekker. En ze hebben nog allemaal meer. Ze hebben ook nog veel meer. Maar ik vind deze twee het lekkerst uitzien. Dus die ga ik kopen. Ik heb dus daarnet die limo gehaald. Maar ik heb dus hiervoor een foto gemaakt. En ze zijn echt super leuk geworden boven. Want ik vond mijn outfitje echt heel erg leuk. Kijk. Echt heel nice. Dus ik ga er straks in plaatsen. En ik weet nog niet wat ik erbij ga zetten. Maar ik ga denk ik sowieso iets met Friday iets bij zetten. Kijk, ik vind het echt mooi. I like it. Oké, nou het is dus de volgende dag, vrijdag. Ik heb een beetje schoolwerk gedaan. Ik heb een smoothie bowl gemaakt. En het recept ervan staat op Sorry for the Crave. Wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, ik ben naar een bank gaan kijken. En toen heb ik Starbucks gehaald. Echt al, voor mijn gevoel, een maand geen Starbucks gehad. Zo. I'm enjoying this one. Maar hierbij wil ik de vlog dus weer afsluiten. Corona diary nummer 5. Vond jullie de video leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zien we jullie woensdag weer met een extra video. Bye! En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal hier beneden. En dan zien we jullie bij de extra video.